Ze zijn nog maar net begonnen en paneel voor paneel zie je de lucht in gaan en gaat de tak op. Als het zo verder gaat, vanavond ligt het bijna dicht, denk ik. Vandaag zijn we hier in de Verre Westhoek, in Poperingen meer bepaald. Heel te landen, dus de boer hier bouwt het min van de velen. We hebben nu reeds enkele jaar of 7-8 ervaring met Unilijnpanelen plaatsen. Het leuke aan die Unilijnpanelen is dat we ze kunnen bestellen op maat. We hebben er geen zaagwerk aan. Ze komen hier toe met de vrachtwagen, ze worden gelost. En als ze nodig hebben, kunnen ze altijd plaatsen. En als ze bij hen plaatsen, gaat het meestal heel vlot. Die dakelementen hebben we gekozen op aanraden van onze bouwcoördinator. De Unilijn dakelementen hebben eigenlijk samengesteld op basis van onze ervaring met voorgaande projecten, waar dat we eigenlijk vonden dat zowel volgens de wensen van de klant als volgens het budget en de bouwtijd de Unilijn dakelementen wel mooi matchen in dat project. Als we kijken naar de staalstructuur en de dakelementen, dat we eigenlijk op 1 week staalstructuur en 2 dagen dakelementen, dat we eigenlijk dat gebouw bijna wind- en waterdicht kunnen zetten. Als je dat vergelijkt met een klassieke opbouw, mag je toch al vlug op 8 à 9 weken rekenen. Dus eigenlijk is dat 6 à 7 weken bouwtijd van winst. Het is een particuliere woning waar de klant ook onder moet slapen. Dus akoestisch comfort is ook heel belangrijk. Dus daarom hebben we gekozen om enerzijds aan de buitenkant industrieel look te doen met een afwerkingspaneel, maar aan de binnenkant ook het nodige akoestische comfort te leveren en daarom de keuze voor de mineraal. De afwerking zal dus zichtbaar zijn vanuit onze leefruimte en ook vanuit de slaapkamers gaan we de volledige dakconstructie en de afwerking van de platen kunnen blijven zien. We hebben gekozen voor de witte melamine afwerking, omdat die dan ook een mooie strakke witte uitstraling heeft van binnenuit.